Naast Sting, Madonna en U2 treedt hier in de Ziggo Dome binnenkort ook de Josti Band op. Ze vieren dan hun 50-jarige bestaan en alle kaartjes zijn al uitverkocht. En dus wordt er hier in een zaaltje in Zwammerdam vanavond nog flink geoefend. Ik heb onwijs veel zin in. Dat is zo mooi als je je droom kan waarmaken met heel het concert. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, want ik ben echt heel rood Ajax-ziet. Dat zit er vlak naast, hè? Ja. Jullie zijn samen bijna 50 jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heb je er zin in? Heel veel, ja. Ontzettend. Ja, zeker. Waarom? Ja, onze droom kwam uit. Madonna heeft er ook gestaan en U2. Ja, maar die hadden niet een hele zaal vol. Wij hebben het helemaal uitverkocht gekregen. Zo is dat. Wie zijn nou Tosti? Nee, het is Josti, hoor. Gerard. Ja. De leden van de Josti-band mochten kiezen met wie ze wilden optreden. Ja. Ze kiezen voor jou. Wat een ere. Ja, het is superleuk. Ik heb het natuurlijk al eerder gedaan en ik vond het ook geweldig. Ja, het is heel bijzonder. Het is allemaal puur. Daar gaat het om. Het is allemaal gewoon wat ze zeggen. Dat is... ja, zo gebeurt het gewoon. Wat vind jij van Gerard Joling? Ik vind hem helemaal geweldig. Echt maar. Super. Zo leuk. Zo enthousiast. Ik hoop dat Jan Smit niet komt. Dat zou best wel leuk zijn, maar ja. Ja, ze hadden ook een liedje voor jou kunnen kiezen, maar dat doen ze niet. Daar is over gesproken, maar het was toch te moeilijk om dat te doen. Omdat ze, nou, dat was in dat tijdsbestek te kort om dat in te studeren. En ik had gedacht, nou, ik hou er zo van. Of het nummer Zing met me of Maak me gek gaat wel. Ze kozen voor Vader Abraham. Nou, dat stond al in het repertoire. Vader Abraham had hem ook liever zelf gezongen. Dat weet ik wel zeker, dat hij dat heel graag, dat heeft hij ook duidelijk laten merken. Wat vind je ervan? Nou ja, dat is zijn ding. Ik bedoel, ik hoor net van de organisatie ook dat hij al maanden van tevoren zelf heeft opgebeld of hij mocht optreden. Ik vind dat Gerrit Joling gewoon dat liedje moet zingen, want wij hebben hem uitgekozen en wij hebben op de lijst dat Gerrit mee mag spelen. Niet Vader Abraham. Nee, dat is pech voor hem. De band heeft gezegd, als hij nou echt zoveel problemen heeft en hij vindt het echt zo erg, dan kunnen we hem altijd nog uitnodigen. Hè? Dan zegt hij, als ik kaartjes zou krijgen, dan geef ik die liever aan de slachtoffer van het ongeluk wat je vorig jaar hebt gehad. Ja, natuurlijk naar mijn mening zeer zwaar onder de gordel. Er is al genoeg ruzie op de weer. Waarom moeten ze over dit probleem ruzie maken? We willen allemaal met jullie zingen, dat is het gewoon. Maar er is één iemand uitgekozen, dat is Gerrit Joling. Zo fijn twee kaartjes gehad van ons. En dan gaat hij weer het verleden ophalen van Gerrit Joling en dat moet niet gebeuren. Dat is nog niet eens het allerergste wat hij geroepen heeft. Hij heeft ook nog geroepen dat het ongeluk ook al gebeurd zou zijn omdat ik aan het twitteren was. Ik wist niet dat hij ook nog voor rechtbank speelde, Pierre Carter. Maar... Welk nummer van Vader Abraham zou je niet willen zingen? Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen geen commentaar, maar ik vind die smurfen wel echt verschrikkelijk.